Welkom dames en heren, jongens en meisjes bij BMW De Maase in echt, de BMW M-specialist van Nederland. En vandaag mag ik jullie weer een nieuw M-performance model introduceren. De M850i Grand Coupé. We kennen natuurlijk de 6-serie Grand Coupé. De 6-serie is eigenlijk opgevolgd door de 8-serie. En we krijgen dus weer een Grand Coupé. En die 6-serie Grand Coupé, ja, dat was een juweeltje. Een sterk staaltje design van BMW. Echt een statement. Vierdeurs coupé. Behoorlijk praktisch, maar bovenal echt een artistieke uiting. Daar hadden we ook een M6 van. En een 50i. Die twee komen nu samen, zou je min of meer kunnen zeggen. Dit zit er een beetje tussenin met de M850i. 530 pk uit een 4.4 V8 biturbo, dat zijn twee turbo's dus, en 750 Nm. En dat is hetzelfde koppel, even hoog, als dat van een M5 Competition. Dus, met zulke waardes, waar kun je die nou het beste uitlaten dan hier in Duitsland op de autobaan, waar we hem echt even aan de tand kunnen voelen. Ik ga eerst even een kort stukje om de auto heen lopen. En laat ik jullie bijvoorbeeld deze velgen zien. Dit zijn 20 inch M-Performance velgen met daarachter het M-Performance remsysteem. Lopen we door, dan zien we die prachtige zwarte trim rond de ramen. X-Drive logo en het M850 logo. Dat X-Drive systeem is heel erg op de achterwielen georiënteerd. Dus zet je hem in Sport met ESP Sport, gaat hij gewoon heel veel naar de achteras sturen. Super mooie auto. Wat is de nadeel van mooie auto's? Vaak dat ze niet praktisch zijn. Nou, kijk alleen al even deze kofferbakruimte. Echt enorm. En die uitlaten met die, wederom die carbon insert bij de diffuser. Helemaal speciaal voor de M850i. Heel erg mooi. En en profiel is dit natuurlijk echt een juweeltje. Oké, laten we even de motor bekijken. ...4.4 V8 biturbo M-Performance. Dit zijn andere motorblokken dan je vindt in de M5, ondanks dat het koppel gelijk is. En het heeft ook andere turbo's. Dus het is niet een kwestie van een beetje software en je hebt een M5 of een M8 in dit geval. Nee, het is echt fysiek mechanisch anders. En de kleur Frozen Bluestone. BMW Individual. Het is een beetje een matte kleur. En ik vind het er ontzettend mooi uitzien op zo'n designauto als de 8-serie Grand Coupé. Wat een beauty. Het interieur is ook echt super speciaal. We hebben een BMW Individual Two-Tone interieur. En ja, moet je even zien hier achterin. Prachtig hoe die stoelen hier met die hoofdsteun en dat geperforeerde leer hierboven uitsteken. Hier dit gestikte allemaal. Oh, het is echt super mooi. Een van onze camera's. Bowers & Wilkins Diamond Audio System. Met al die aluminium accenten. Echt super, super. Heel licht interieur in combinatie met dat blauw. Heel bijzonder om te zien. Je moet niet te vaak met vieze voeten in de auto stappen. Maar goed, dat heb je zelf onder controle. En dan is de rij een keertje extra de auto stofzuigen. Is helemaal geen straf. Het is nat vandaag, zoals je kunt zien. Koud. 1,5 graden buiten. Dus ik ben heel blij dat we X-Drive vierwielaandrijving hebben. Ik ga voor de versnellingsbak in sportmodus. Sport Plus voor de auto zelf. En ik ga handschakelen. We zijn nu in de vierde versnelling. Eigenlijk veel te hoge versnelling. Ik rijd 80. Op de autobaan. Vol gas. Kijk even hoe dit oppakt. Kijk even hoe deze brute V8 dit doet. Oh man. Lekker wat ruimte voor ons. Ja, 230, 240, 245. Nou, dat was even gas geven. De auto heeft een topsnelheid van 250 km per uur. Meestal laten deze M-Performance modellen je net iets verder gaan, naar 260 ongeveer. Maar ja, als je echt significant harder wil gaan,
dan moet je toch echt een M8 of een M8 Competition nemen. Een M8 heeft 600 pk, M8 Competition 625 pk. En wie hebben we daar? Onze oudere broer. Nou, het is geen Grand Coupé. Maar wel een 6-serie. Hij blijft mooi, hè? Hij blijft mooi. Oké, okay, eens kijken of we die tops uit kunnen halen. Ik ga nu voor sportmode. Ik ga zelf niet schakelen. Het is hier lekker leeg. En daar hebben we de tops uit. Met 260 km per uur. Kijk, ik moet deze afslag hebben. Geef licht druk op die M-Performance remmen. En dan voel je heel goed en mooi door het pedaal heen hoeveel remkracht je over hebt en hoeveel remkracht je genereert door de druk die je met je voet geeft. Dat is nou feedback. En ze zeggen altijd dat auto's feedback moeten geven. Nou, bij M-Performance modellen voel je dat meteen. Dat remsysteem communiceert echt met je. We kunnen ook zelf schakelen. Soms zit je in een bocht en dan zit je net niet helemaal lekker met je handen bij de flippers. En dan kun je altijd nog even een ram aan dat pookje geven. Dat werkt echt heel prettig. En ja, BMW is natuurlijk echt een sportmerk met een historie van racen. En in een racerij je op wil schakelen. En sommige mensen vinden dit in eerste instantie onlogisch. Dan maak je een beweging naar achter. Dus opschakelen is terug. En terugschakelen is naar boven. En dat is omdat je met de G-krachten mee wil bewegen. Dus als je accelereert heb je achterwaartse G-krachten. En wil je dus ook achterwaarts bewegen. Maar wat een heerlijke machine. Ik sta er altijd van te kijken hoe deze 850i's, de 50i's moet ik even zeggen, de M-Performance. Dus we hebben al gereden met de X5, met de M550i, nu dus ook de 850i. En zelfs die 750i, hè, dat is niet eens een M-Performance model, maar kun je wel met een sportuitlaat bestellen. Lang verhaal kort, ze klinken fantastisch. Echt, de klanken uit deze motor. Zo heerlijk. Zo af en toe krijg je bij het terugschakelen zo'n heerlijke borrel uit de uitlaat. Dat doet hij in sportmodus, dan doet hij net even de uitlaatinstellingen wat anders. En ja, krijg je gewoon een iets mooier, voller geluid. Ben je dat even moe, ben je dat even zat, dan zet je hem gewoon in Comfort en in D. En dan is het zo'n waanzinnige reispartner. Bedankt voor het kijken naar deze korte video van de M853 Grand Coupé. Wat een machine. Hij rijdt subliem, hij ziet er subliem uit. Ben je nou geïnteresseerd in een 8-serie Grand Coupé of in een andere BMW? Kom alsjeblieft even langs bij ons in echt bij BMW De Maassen. Dankjewel.